Yo mensen van het goede leven, mijn naam is Kelvin en ik ben hier speciaal vandaag om een video te maken voor jullie. En die video gaat niet over zomaar iets. Die video gaat over de liefde. Oftewel, love. Ja, jullie weten allemaal wat liefde is en alsnog zal ik het even voor jullie uitdrukken. En dat doe ik in een fotootje namelijk. Tada! Dit is een jongen die een kusje krijgt van een meisje. Die jongen ben ik. En dat meisje is... Geen idee. Ik heb geen idee. Nou, dat was een leuk grapje. Dat was natuurlijk mijn zus. Nee, dat is mijn vriendinnetje. Vrouw van mijn leven. Liefste vrouw die ik ooit heb ontmoet en ooit heb gezien. Het is Nina. Hallo. Het leek mij leuk om vandaag een video te maken. Omdat ik natuurlijk allerlei leuke, rare grappen en grollen vaak doe. Om eens in de zoveel tijd een video te maken waarin ik oprecht probeer om jullie iets bij te brengen. Ik ben echt dom, weer dom aan het lullen. Ik ga gewoon een Q&A doen over liefde. That's it. Ik heb jullie gevraagd, yo, hebben jullie Q&A's die gaan over iets met een relatie? En dan tussen mij en Nina, want dan kan ik daar mooi over vertellen. En daar hebben jullie massaal vragen over gesteld. Dus die vragen ga ik vandaag beantwoorden. Mocht je er wat aan hebben in de liefde, alsjeblieft. En mocht je er echt helemaal niks aan hebben, dan hoop ik dat je alsnog de video leuk vindt. Ik heb soms een stukje huid hierover. Eigenlijk is dit gewoon relatietherapie. Dat kun je het zien. Ik zal jullie even wat basisinformatie vertellen. Nina en ik zijn 5,5 jaar samen. Okay. Dat is best wel lang. God damn right. Dat is best wel pittig. Ik ken niet zo heel veel mensen die een relatie hebben van al 5 jaar. Ja, wel gewoon ouders van mensen. Maar zeg maar mensen van mijn leeftijd die al langer dan 5 jaar een relatie hebben. Dat is best wel schaars. Maar Nina en ik hebben 5,5 jaar een relatie. En dat is niet altijd goed gegaan. Maar nu gaat dat wel heel goed. Dus dat is heel erg fijn. Maar in je relatie heb je gewoon ups en downs, weet je wel. En dat kun je ontkennen. We kunnen nu zeggen dat we altijd al heel erg tevreden waren. Altijd al heel erg blij waren. Maar dat is niet het geval. Ik denk dat ik wel redelijk soort van iets zinnigs te vertellen heb. Over hoe het is om zeg maar op een lange termijn een relatie te hebben en te onderhouden. En om geen rare dingen te doen. En dat is niet omdat ik precies weet hoe het allemaal wel moet. Maar ik weet ook precies hoe het niet moet. En dat ga ik jullie dan wel gewoon zeggen. Waar hebben jullie het vaakste ruzie of discussie over? Dit is een emoji, blijkbaar. Waar hebben Nina... Oké, laat ik beginnen met het feit dat Nina en ik... En het is cliché, maar het is wel de waarheid. Niet eens zo heel vaak ruzie hebben. Eigenlijk nauwelijks. Echt nauwelijks. En definieer ruzie. Kijk, ik vind dat als je een kleine discussie hebt... Oh ja, hier staat ook discussie. Waar we discussies over hebben, is vaak tijd. Het gebeurt niet zo heel vaak. Alleen als we discussie hebben, gaat het vaak over het feit dat ik, zeg maar, heel veel tijd en moeite steek in mijn carrière. En dat belangrijk vind. En daarvoor, zeg maar, dag en nacht aan het werk wil zijn. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook Nina aandacht wil geven. Omdat ze niet zomaar een soort aanhangsel is, maar ook een van vlees en bloed die aandacht nodig heeft op dezelfde manier als dat ik ook aandacht van haar nodig heb. Dus dat is een beetje waar we de meeste discussies over hebben en dat is echt niet dagelijks of zo. Dat is denk ik eens in de, wat, 2 weken of zo, eens in de maand misschien. En dat gaat echt niet tot op een level waarop we allemaal heel erg boos zijn op elkaar. Maar dat gaat meer even op het level waarop je, nou ja, een beetje discussie hebt van oké, hoe sta jij dat in en hoe dat en dat. Waar we tegelijkertijd ook vaak wel ruzie of discussies over hebben is het feit dat zeg maar Nina paprika's niet lust. En dat ik er alles aan doe gedurende mijn hele leven. Ook al gebeurt het pas als ik 80 ben. Dat Nina overtuigd wordt om paprika's lekker te vinden. Om aan mijn side te komen staan. Ik noem het ook wel join the red side. Hoe zie je je relatie met Nina in de toekomst voor je? Laat ik beginnen met het feit dat ik ervan uitga dat we nog steeds verliefd op elkaar zijn. Dat vind ik vaak wel iets leuks binnen een relatie. Dat je een soort van verliefde gevoelens hebt. Ik weet niet of ik de enige ben. Maar ik heb het gevoel alsof dat wel iets is wat noodzakelijk is. Daarnaast, ik denk er nog allemaal niet zo heel erg over na over de toekomst. Ik zie een toekomst zeg maar best wel zitten. Ik krijg genoeg mensen van mij leeftijd te zeggen, ja, ik denk dat ik de chick waar ik nu mee ben, ja, het gaat niet zo lang duren. Ik denk oprecht dat Nina wel een soort van moeder material is. Nina, je bent moeder material. Ik denk oprecht dat Nina een goede moeder kan zijn. Ook omdat zij een goede moeder is voor mij. Stiekem is ze mijn moeder. Ik zie mijn relatie in de toekomst best wel voor me. Hoogstwaarschijnlijk even in hoofdlijnen zal het zo gaan zijn dat over 2 jaar we ongeveer een hond nemen. En over 3 jaar vraag ik haar eens een keer om te trouwen. En dan zegt ze nee. En dan over 5 jaar ga ik het nog een keer vragen. En over 6 jaar hebben we een wandelende tak. Over 7 jaar kopen we een huis. Over 8 jaar kopen we nog een groter huis omdat ik nog meer geld verdien. Over 9 jaar ga ik haar proberen zwanger te maken, maar dat lukt niet. Over 10 jaar adopteren we een kind, want ik blijk onvruchtbaar te zijn. Over 11 jaar adopteren we nog 14 kinderen, want we vinden de kinderen zo leuk. Over 13 jaar komt mijn moeder bij me en zegt, hey Kelvin, ik ben je moeder, want ik ben Nina. Over 15 jaar zijn we daadwerkelijk getrouwd. Over 35 jaar gaan we uiteindelijk met pensioen, want dan zijn we al lang miljonair, want we gaan allebei heel succesvol worden. En over 66 jaar gaan we dood. Allebei tegelijkertijd. Ik denk er nog allemaal niet zo heel erg over na, over de toekomst. Wat is het geheime wapen van een goede relatie? Een Uzi. Krakakakaka. Ik zal jullie even laten zien wat het geheime wapen van een goede relatie is. Rummy Cup. Dit is de shit. Dit is de fucking shit. Als je ooit relatieproblemen hebt, speel dit. Klaar. Wat is het geheim van een goede relatie? Ik heb geen idee. Er is niet één geheim. Een van de belangrijkste dingen die nu in me opkomt, is dat je niet al te veel op elkaar
let. Nina en ik laten elkaar heel erg vrij. We hebben allerlei ons eigen ding. We hebben natuurlijk mijn hele YouTube gezeik, zeg maar, alles wat ik hier een beetje op doe. En dat doe ik alsof het heel belangrijk is. En dan valt het uiteindelijk wel mee. Maar dan dien ik gewoon mijn geld. En dan ga ik daar weer domme dingen mee doen. En dat, zeg maar, dat is mijn leven. Aan de andere kant heeft zeg maar, Nina wel een slim brein. Waardoor ze heeft gekozen om een studie te gaan doen. Om vervolgens dan een carrière te gaan opbouwen binnen een bepaalde sector waar ze goed in is en waar ze passie voor heeft. Dat zijn twee dingen waar we onszelf gewoon allebei mee bezighouden. En soms komen we dan samen, gaan we gewoon van elkaar genieten en vervolgens doen we ons eigen ding. Oh ja, en natuurlijk gewoon goede seks. Dat is ook heel belangrijk. Als na 5 jaar je seks nog steeds goed is, dan heb je hem. Dan heb je hem in de balzak. Wat? Surprise, motherfucker. Nina of oneindig veel geld? Oh. Nee, ik ga dan toch voor Nina. Ik hoor jullie allemaal achter jullie telefoontje zitten en denken... Kelvin, be real man. Be real with yourself. Je weet dat Nina kijkt. En je geeft alleen maar dit antwoord. Omdat je anders bang bent dat Nina je gaat slaan. Misschien is dat ook wel zo. Nee, de reden waarom ik kies voor Nina is 1 omdat ik verliefd ben op haar. Maar 2 om een grotere reden. En dat is dat ik denk dat ik nooit zal kiezen voor oneindig veel geld. Ja, nu komt weer filosofische Kelvin. En die wil je niet meemaken. Want die praat alleen maar poep. Als je oneindig veel geld hebt, denk niet dat je er heel gelukkig van wordt. Want wat je nu hebt, is dat je een soort van doelen voor jezelf gaat stellen. Om die dan te bereiken. Om dan eventueel rijkdom. En dan, weet je, dan heb je echt een doel in je leven. Dan kun je echt ergens naartoe. Als je oneindig veel geld hebt, dan hoef je niet meer 's ochtends wakker te worden. Dan kun je gewoon tot de 12 uur pitten. En dan denk je nu, oh ja, dat is echt relaxed. Maar denk je, na 2 weken zou ik er helemaal kierenwiet van worden. Met andere woorden, ik denk dat ik überhaupt niet echt gelukkig zou worden van oneindig veel geld. En ik vind het veel leuker om op een soort van vette, onervaren manier shit te bereiken. Om dan uiteindelijk te kunnen zeggen, kijk, ik heb dit helemaal zelf gedaan. In plaats van dat ik oneindig veel geld krijg omdat Briek Nelissen... Yo, niet. Lekkere vraag, bro. Lekker. Omdat hij me oneindig veel geld geeft. Mocht je nou daadwerkelijk wel oneindig veel geld hebben, bel even dan op dit nummer 06. Ik wil vet veel geld. Dat ben ik. Wat is datgene waar je het allereerste op viel bij elkaar? Nou, bij Nina is dat hoogstwaarschijnlijk mijn fucking dikke neus. Ze viel letterlijk op mijn neus. Mijn neus is letterlijk zo groot dat ze erover struikelde en toen op mijn neus viel. Dat is echt een hele slechte kutgrap. Hoe kan het dat ik over de jaren heen zulke slechte kutgrappen heb verzameld? Mensen, bij mij is het denk ik Nina haar lachie. Lachie. Ik vind het altijd heel leuk als Nina lacht. Ik denk dat dat het eerste is waar ik op viel. Ik ben daar altijd een beetje gevoelig voor. Als iemand zeg maar vreugde uitstraalt en lacht zo van hahaha, dan vind ik dat leuk. En bij Nina is dat zo. Dus ik denk dat ik daar het eerst op viel. Daarnaast heeft ze zeg maar echt fantastisch lichaam. Dus daar viel ik dan waarschijnlijk als tweede op. En als derde moet ik nu iets over de innerlijk zeggen. Want anders is het zo van, joh, je valt alleen op uiterlijk. Dan moet ik nu zeggen, oké, daarna kwam ik erachter dat ze ook nog een heel lief en zorgzaam persoon is. Oké, door naar de volgende vraag. Is een trui geven aan een meisje als zij het koud heeft tijdens een feestje een teken dat de gever haar leuk vindt? Of jij leeft in een Amerikaanse high school film? Of iemand heeft ooit een trui aan jou gegeven en vraag je af of hij je leuk vindt? In beide gevallen, ik heb geen flauw idee. Ik heb geen flauw idee. Ik denk van niet. Het kan ook gewoon zo zijn dat je zeg maar half dood gaat van de kou en dat die persoon dan denkt, hey, die persoon gaat half dood van de kou. Laat ik even mijn truitje aan haar geven. Dat zou kunnen. Zijn jullie niet wel eens jaloers? Zo ja, wat helpt om van die gevoel af te komen? Lekker zinnetje, dat sowieso. Ik moet eerlijk zijn, Nina is wel eens jaloers, of die was in het verleden wel eens jaloers en dat kan ik heel goed begrijpen, want ik had natuurlijk allemaal van die kijkers en zo, er zaten dan ook vrouwen tussen. Vrouwen hadden dan wat te zeggen over mij en Nina was ver weg en shit. Dus Nina was wel eens jaloers en dat neem ik ook totaal niet kwalijk. Ik neem mezelf dat eerder kwalijk. Ook omdat ik, oh, ik ga even biechten. Oh oh, potverdorie, poepoe, wow, pas op. Hey. Ik heb wel eens wat domme shit gedaan in het verleden met betrekking tot zeg maar andere mensen van het vrouwelijk geslacht en dat was totaal niet netjes en ik zou dat ook nooit meer doen van mijn leven. Alleen is dat wel iets wat ik heb gedaan en daar heb ik spijt van. Maar dat is ook voor Nina een reden om dan nog wel eens extra jaloers te zijn. Ik snap dat heel erg. Nina is wel eens jaloers. Ik vind dat heel erg begrijpelijk. Ik doe heel hard mijn best om daarvoor te zorgen dat ze mij vertrouwt en dat gaat heel goed. En nu is ze ook minder jaloers, dus dat is fijn, want dat is weer een compliment voor dat ik goed mijn best doe en tegelijkertijd zijn we gelukkig en heb ik al de hele tijd mijn knoopjes hier niet dicht. Ik ben wel eens jaloers op Nina. Ik laat het alleen niet blijken. Dat is mijn hele strategie. Alleen op extreme momenten zeg maar waarop ik echt denk van oké, nu vind ik het niet echt meer leuk, dan zeg ik het wel. Maar ik ben daarnaast ook wel minder jaloers denk ik dan Nina, maar dat komt omdat Nina zeg maar echt gewoon een hart van goud heeft en ook goed betrouwbaar is, maar echt betrouwbaar. Dus ik ben ook iets minder snel jaloers omdat ik gewoon weet dat ze geen domme rare dingen gaat doen. En als het wel gebeurt, dan gebeurt het en dan belt ze me het en dan komen we er samen uit. Wat denk je dat de ander het minst leuk aan jou vindt? Oh, oké, deze shit is moeilijk. Ik denk dat Nina het minst leuk vindt dat ik soms best wel een beetje gevoelloze boy kan zijn. Ik probeer dingen altijd te begrijpen en te rationaliseren, zo van oké, dit is het en onder woorden brengen en dan snappen. Terwijl sommige dingen gaan gewoon over gevoel en moet je je medeleven tonen, moet je medelijden tonen. Moet niet, maar dat zou je een soort van vanuit nature moeten doen. En dat doe ik niet altijd, omdat ik weet niet, ik ben niet echt zo. Ik uit niet zo snel mijn gevoelens, stel mezelf niet zo snel bloot. Ik denk dat dat zeg maar Nina zoiets wel zou hebben van oké, Kelvin, ik zou het wel iets fijner vinden als je vaker je emoties zou uiten. Ook wel huil iets vaker in mijn armen. Waar hebben jullie elkaar ontmoet en waar was jullie eerste date? Keep the awesome videos. Hey Teun, lekker bro. Nice English sentence at the end. Very nice man. We hebben elkaar ontmoet op school. Onze eerste date was naar de bioscoop met echt een hele weirde film. Waarvan Nina nu zou zeggen, Kelvin, daar gaan we niet heen. Waarvan ze toen zei, ja is goed. Want toen wou ze nog wel naar kutfilms en nu niet. Wat zeg ik? Wat als je ten huwelijk wordt gevraagd, maar je vinger is te dik voor de ring? Oh nee, dat is scheisse. Nee, 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 nee.
Dan ga ik heel hard lachen. Dan ga ik echt fucking hard lachen. Nina ook. En dan besef ik dat het leuk is. Want dat is grappig. En dan gaan we dan een grotere ring halen. Ja. Denken jullie aan kinderen? Nee. Nina en ik doen wel eens babysitten. En natuurlijk, dat valt niet te vergelijken met het hebben van een kind. Baba, ik weet het. Maar ik vind dat we het oprecht best wel goed doen. We hebben het er wel eens over. We gaan dit nog lang niet doen. En we zijn het gelukkig over eens. We hoeven nog geen kinderen. Dat duurt nog even 10 jaar. Hey, toekomstige kinderen. Jullie duren nog even 10 jaar. Dus die zaadcelletjes blijven even lekker in mijn balzak zitten. Nou, die blijven niet zitten hoor. Maar je snapt wat ik bedoel. Wat betekent liefde voor jullie? Eten, seksen en knuffelen, praten en een beetje lachen. Nou, dat is het ongeveer. Heeft jouw YouTube-kanaal ook negatieve invloed op je relatie? Ja. 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 Het heeft nu denk ik niet zo heel veel negatieve invloed meer. Het heeft ook een hele positieve invloed. Want daardoor kunnen we allerlei leuke dingen doen. Het heeft in het verleden wel eens een keer negatieve gevolgen gehad. Bijvoorbeeld dat ik het eens een keer heb uitgemaakt. Omdat ik naar Amsterdam ging en dacht, hey, ik ga me focussen op YouTube. En niet op een relatie. Uiteindelijk een week later had ik spijt. En toen ging ik zeg maar terug met chocola en bloemen. En toen zei ik, hey, ik was een klootzak. Ik ben toch verliefd. Dus zullen we weer? En toen zei Nina, nee. En toen later zei ze ja. Wat is de raarste plek waar jullie het hebben gedaan? Wow. Oké, calm down, man. Ik dacht dat de Q&A ging over liefde. Niet over platte seks. Maar ik zal even antwoord geven op je vraag. Ik denk dat de raarste plek waar we het hebben gedaan is. Ja, we hebben het helemaal niet op zulke rare plekken gedaan. Wij verkiezen zeg maar comfort boven weirde plekken. Ik heb ook nooit echt begrepen waarom je zeg maar in een bos dat zou doen. Want voor je weet heb je een tak in je kut. Wow. Zei ik dat hardop? Ja, dat zei ik hardop. Weet ik veel. Fucking zeg maar in een, hier. Letterlijk hier in de woonkamer. Of in een hotel ergens. En dan door de hele hotelkamer heen. En dan letterlijk glazen en kommetjes en zo gebroken. Dat is dan denk ik het heftigst. Hoe weet je dat een jongen je leuk vindt en hoe kan je een jongen fixen? Ik weet dit niet. Ik heb geen idee. Ik denk dat je het best een beetje kan baseren op wat voor aandacht die jongen jou geeft. Als je bijvoorbeeld hem volgt op Instagram of zo, even een hele makkelijke stap, volgt hij jou dan terug. Als hij dat doet, oké, weet je, dat is dan een goed teken. Vervolgens, als je dan eens een keer liked of een reactie plaatst, stuurt hij dan iets terug. Top. Als hij dan daadwerkelijk soms zelf eens een keer iets doet, zonder dat jij iets hoeft te doen, dus hij stuurt jou een keer een berichtje of hij belt jou een keer op, dan weet je dat je in een goede flow zit. Oké, dan gebeurt het. Want dan denkt hij dus aan je, ook terwijl jij zeg maar niet iets bij hem doet. Dan wil iemand graag bij je zijn. En dat is denk ik een goede eerste stap voor om erachter te komen wie iemand je leuk vindt. Ik zeg niet eens zinnen die kloppen. Ik kan niet eens normale zinnen vormen. Gaan jullie trouwen? Oh ja. Ja, ik heb deze Q&A met een reden gemaakt. Oké, ik ga het gewoon zeggen. Ik heb bijna 500.000 abonnees bereikt. Ik heb besloten, ik weet niet of het kan, ik weet niet of het nog raar naar wordt gekeken. Maar ik ga, als ik 500.000 abonnees heb, als ik dat behaal, ga ik Nina ten huwelijk vragen. Dan ga ik haar gewoon ten huwelijk vragen. Dan ga ik het gewoon doen. Dat is hoe ik erin sta. Dat is mijn doel. Dat is mijn objective. Dat is mijn target. Dat is mijn volgende stap in mijn leven. Mijn volgende stap in mijn liefdesleven met de vrouw van mijn leven. Ik wil haar gewoon duidelijk maken, oké, wij zijn niet tijdelijk. Wij zijn forever. Ze kijkt dit waarschijnlijk en dan denkt ze, hè, what the fuck? Aynin, als je kijkt, pas maar op, want I got this. Ik ga 500.000 abonnees behalen. En als ik het nou nooit behaal, dat betekent ook dat ik je nooit ten huwelijk ga vragen. Dat zou dan weer een beetje raar zijn. Maar alsnog, ik denk dat ik vrij dicht bij de 500.000 abonnees zit. Ik denk dat het best wel snel gaat vanaf nu. Dat heb ik nu publiekelijk gezegd. Ik zal nog één keer zeggen, voor de mensen die het niet hebben gehoord. Ik ga bij 500.000 abonnees mijn vriendin Nina Waring ten huwelijk vragen. That's it. Bedankt voor het kijken.